We zijn hier bij de eerste kandidaat in de categorie ondernemers groot die meedingen voor de grote prijs. Ik zou zeggen, ga mee. Van harte gefeliciteerd met deze finale plaats. Maar goed, er doen ook maar 3 ondernemers groot mee natuurlijk. Hè. Dus dat je in de finale staat is natuurlijk niet zo'n groot wonder. Maar ik kwam hier aan en wat een prachtig pand hebben jullie. Ja, ja. Kun je me meenemen in wat hier zoal gebeurt? Ja, zeker. Ja, sinds 2018 zitten wij in het nieuwe pand. Dat is eigenlijk ons hoofdkwartier. En van hieruit bedienen wij de nationale en de internationale markt wat betreft de glastuinbouw. En dat betekent dat wij in die glastuinbouw faciliteiten bouwen. Niet alleen maar bouwen, maar ook engineeren, we adviseren, we installeren. En als ze uiteindelijk opgeleverd zijn, dan hebben we een faciliteit waarin we producten kunnen telen. Met logistiek, met verwarming, met koeling. Dus van gebouw tot en met het complete proces waarmee de kweker zijn producten maakt, dat bedenken wij en maken we hier. Fantastisch. Zullen we een kijkje gaan nemen? Ja, is goed. Kom verder. Deze machine, een van de nieuwste productiemachines die we hebben, die kan dus van buismateriaal met een laserkop, kan die heel snel vormpjes en productie draaien. Dus waar we voorheen ponsmachines nodig hadden en zagen en boren, kunnen we nu met één laserkop alle vormen erin maken. En dat is voor een kassenbouwer en constructiebouwer als wij zijn heel erg efficiënt, want elk product wat we maken is hetzelfde. En wordt op een hele mooie, nette manier gemaakt. Je ziet alles wat we bij onze klant doen, zie je eigenlijk ook weer terug met de werkprocessen waar we op sturen. Dan zei je even overzicht. Nou heb je daar een prachtig plekje helemaal aan die kant waar we overzicht over het hele gebied niet kunnen hebben. Zullen we daar naartoe? Gaan we eens even kijken. Ja. Innovatiematrix. Vertel ons daar eens wat over. Ja. Misschien een groot woord, maar het is voor ons een ideaal hulpmiddel om overzicht te houden op alle goede ideeën die we hebben. En focus te krijgen op de producten of de systemen die we willen doorontwikkelen of echt op willen innoveren. Het is een technisch bedrijf, dus iedereen heeft wel het gevoel dat het beter kan of beter moet. En hoe krijg je dan iedereen bij elkaar een overzicht op waar ga je wel en waar ga je geen aandacht aan geven? Wij gebruiken de innovatiematrix dus echt om overzicht te creëren en focus aan te brengen op datgene wat we doen. En daar komen er hele mooie dingen uit. Niet alleen maar producten, maar ook nieuwe start-ups, zoals een algenreactor in de vorm van LGM CLG systemen. We bouwen data-driven dashboards en we willen uiteindelijk naar de autonome kas met behulp van Green Peak IT. Dus ja, niet alleen producten en systemen, maar ook echt start-ups komen uit zo'n innovatiematrix. Oh, daar zit heel wat achter. Ja. Eigenlijk gewoon zoveel dat het te weinig tijd is om er nu even helemaal goed op in te gaan. Maar we hebben toch even kennis meegemaakt. Helemaal goed. Ontzettend bedankt dat we achter deze deur even een kijkje konden nemen. Het is nu even afwachten richting de prijsuitreiking. Hè? Ik ben meer dan benieuwd. We gaan elkaar zien. Oké. Dank je.